Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de 30 minutes nummer 1147 met een uitzending voor vandaag 29 november 2017. Dus het bulletin van woensdag. Vandaag een niet zo lange Daily Minutes met een aflevering van de serie over propagatie op VHF en UHF. Gisteren zou het ISS te horen zijn geweest. Ik heb nog geen mensen gesproken die het ruimtestation hebben ontvangen. Voor de SSTV-liefhebbers is er nog meer ISS-nieuws. Tussen 5 december 1500 uur UTC en 6 december 0900 UTC zullen de Russische cosmonauten in het ISS weer meerdere SSTV-afbeeldingen uitzenden. Ontvangstapparatuur die je kunt gebruiken is vergelijkbaar met die zoals voor de SSTV-beelden bij de Daily Minutes in het verleden. Een smartphone doet het dus ook al met een portofoon. SSTV vanuit het ISS dus op 5 en 6 december. Komen nu toe aan deel 7 van de serie over propagatie op VHF en UHF. Ja, vandaag deel 7 dus over VHF en UHF propagatie. Ik begin met nog twee dingen over sporadische E die niet onvermeld moeten blijven. Volgens mij zei ik het vorige week in een nagesprek, maar het kan ook in de uitzending geweest zijn. Bij sporadische E verandert, net als op de korte golf ook wel voorkomt, voortdurend de polarisatie van het signaal. Het is dus niet zo dat iedereen horizontaal gepolariseerd zit en zo blijft. Bij turbulente reis door de ionosfeer wordt bij sporadische E ook de polarisatie veranderd. Je hebt er dus voordeel van als je met circulaire polarisatie werkt of zelfs met verticaal en horizontaal tegelijk. Een ander aspect is dat het seizoen waarin sporadisch E veel voorkomt op het zuidelijk halfrond 6 maanden verschilt met dat op het noordelijk halfrond. Dat is ook wel logisch als je bedenkt dat het in het voorjaar en de zomer voorkomt. Naast sporadische E bestaat er ook equatoriale E-skip. Volgens mij is dat hetzelfde als trans-equatoriale propagatie, oftewel TEP, bijvoorbeeld op 2 meter. Dit betreft verbindingen over de evenaar dus. In tegenstelling tot sporadische E is dit een propagatie die in de betreffende regio's overdag vaak voorkomt, tussen stations ongeveer 10 breedtegraden aan weerszijden van de evenaar, meest midden op de dag of in het midden van de middag. Aan het eind van de lente, begin zomer en in mindere mate ook begin van de winter komt de propagatievorm ook op andere breedtegraden voor. Typische afstanden met TEP zijn 2500 tot 5000 kilometer en dus altijd over de evenaar in noord-zuid richting of andersom. De propagatie heeft te maken met wat we eerder bij korte golfpropagatie hebben besproken, namelijk dat de maximale ionisatie van de ionosfeer niet plaatsvindt bij de evenaar zelf, maar 10 tot 20 graden ten noorden en ten zuiden van de evenaar. Het gaat daarbij niet om de aardrijkskundige evenaar, maar de magnetische evenaar die tussen de magnetische Noord- en Zuidpool inloopt. Door die hogere graad van ionisatie stijgt de maximum usable frequency, oftewel MUF, naar veel hogere frequenties dan elders. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door een combinatie van de elektrische en magnetische velden die er zijn. Het is overigens wel zo dat de grootste productie van ionisatie van de ionosferische lagen plaatsvindt bij de geografische evenaar. De straling van de zon is daar immers sterker, maar onder invloed van de genoemde magnetische en elektrische velden verplaatsen de geioniseerde deeltjes zich naar een andere breedtegraad ten opzichte van de magnetische evenaar, zodat de concentratie daar uiteindelijk groter is. Deze ionisatie start meteen na zonsopgang, net als op de korte golf, en halverwege de middag is de concentratie op de gordels tussen 10 en 20 graden boven en onder de aardmagnetische evenaar dus het grootst. Waarbij na zonsondergang de gordels van ionisatie weer verdwijnen, zodat ionen en elektronen weer recombineren. Er bestaat verder nog een tweede vorm van TEP. Hierover is veel minder bekend. Deze vorm treedt meestal op tussen 7 en 11 uur 's avonds lokale tijd en kan frequenties betreffen zo hoog als 450 MHz. Het zou een equatoriale vorm van spread-F-communicatie kunnen betreffen, een propagatievorm die we bij de delen over korte golfpropagatie hebben overgeslagen. Deze laatste vorm van TEP gaat gepaard met een snelle fading, doppelshift en aanzienlijke vervorming op het audio. Ten slotte gaan we nog even in op een zeer zeldzaam verschijnsel. Een heel zeldzaam verschijnsel betreft E-skip over de polen. Het is een propagatiesoort enigszins vergelijkbaar met TEP, alleen betreft het hier stations niet aan weerszijde van de evenaar, maar aan weerszijde van de polen in arctische regio's. Net als bij sporadische E treedt deze propagatievorm evenveel op, zowel in het zonnevlekkenminimum als het zonnevlekkenmaximum. Ideetje van Wokka Wokka. Nu volgt weer een reclamebericht, vermomd als nieuws. Nee, net andersom natuurlijk. De mannen en vrouwen achter Wokka Wokka hebben als zoals bekend allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld in de wetenschap dat er met elektronica geld verdiend kan worden. Maar ter zake. Wokka Wokka wilde eerst een wegwerpportofoonantenne introduceren. Maar wat heb je eraan als je hem moet wegwerpen?
In plaats daarvan ziet de snoepgoedantenne eruit als een gewone portofoonantenne. Hij is echter gemaakt van geleidend glucose en heeft de smaak van een zuurstok op de kermis. De antenne die voor eenmalig gebruik bedoeld is, voldoet op de SMA-connector na volledig aan de voedsel- en warewet. En er zit een handige breukrand op, zodat je de connector na eenmalig gebruik eenvoudig van de zuurstok kunt afbreken. Een ander uniek product dat Wokka Wokka op de Dag voor de Radioamateur zal introduceren is de handmicrofoon met ingebouwd elektrisch scheerapparaat. Ja, u hoort het goed. Dit product richt zich met zijn handige dubbelgebruik niet alleen op de zendamateurmarkt, maar ook veel breder. Als je hier de auto voor de stoplichten staat te scheren, dan loop je ook als niet-zendamateur al snel het risico dat je een bekeuring krijgt. Dat kan hoog oplopen, je bent zomaar €120 kwijt als het al niet meer is. Het gebruik van de amateur- of 27MC-microfoon is echter in de auto altijd toegestaan. Zo kan iedereen zich dus weer met een gerust hart achter het stuur scheren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.